prachtige slides. Maar voor ik begin wil ik even zeggen dat ik het leuk vind dat dit evenement vandaag hier plaatsvindt. Want in dit gebouw heb ik jaren gewerkt. Toen ik bij CDG, later aan Dodge CDG werkte. Dus dat is wel even leuk. En net heb ik even weer even rondgelopen door het gebouw. Dat vond ik heel leuk. Okay. Ja, het is een stuk leuker geworden, toch? Het is een stuk beter, ja. Het is echt een stuk beter geworden. Ja. De koffie vooral dan? Nou, dat weet ik niet meer, want heb ik nog niet geprobeerd. We beginnen zo met een introductie naar de ingang waarom je biometrie nodig zou hebben, waarom we dat zouden willen. Over hoe het werkt, er is heel veel te vertellen. Dus of ik al die vragen ga beantwoorden die jij net stelde, weet ik niet. Want daar is denk ik geen tijd voor, maar ik ga mijn best doen. Want ik wil ook iets vertellen over waarom hoe je biometrie kan toepassen in het kader van multifactor authenticatie. En we zijn hier met allemaal security specialisten bij elkaar, dus ik denk nou dat die term moet je toch snappen. En als er een tijd over is, heb ik nog wat andere case studies, maar misschien moeten we het maar laten. Dus biometrie, waarom? Nou, dit plaatje. Ik weet niet of het een beetje te zien is achterin ook. Dat geeft het denk ik wel weer. In onze wereld die wij zien, zien we mensen in deze figuur als groene figuurtjes getoond. Dat zijn mensen die toegang hebben tot gebouwen, systemen, terreinen waarvan wij denken dat die toegang mogen hebben. En die moeten wel heel makkelijk toegang kunnen krijgen, snel. We hebben die rode figuurtjes, die willen we daar per se niet hebben. En ook echt helemaal niet. Die wil je niet in je systeem hebben, of op je terrein, of waar dan ook. Wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat je goed kunt kiezen en besluiten dat iemand wel of geen toegang heeft? En het antwoord is niet zo moeilijk, want dan moet je weten wie het is. Dus je moet de identiteit kennen. En als je zijn identiteit weet en je hebt die geverifieerd, dat proces noem je trouwens authenticatie. Dan kun je, als je het weet, kun je kijken wat voor privileges die persoon heeft en bepalen of die geautoriseerd is om een bepaald object te gebruiken of te benaderen. En dat heet autorisatie. Ik hoef jullie, ik denk dat er veel CISP mensen zijn hier binnen. Om de triple E vol te maken, moet je ook nog alles wat je dan doet in die authenticatie en autorisatie stappen even netjes loggen met alle informatie die nodig is. Dan heb je ook nog aansprakelijkheid of accountability geregeld. Nou, in die context wil ik biometrie plaatsen. En wat is nou het grootste probleem wat je eerst moet oplossen? Dat is het authenticatieprobleem, identiteitsprobleem. En waar gaat het dan om? Hoe weten we nou dat als ik wil inloggen op een systeem, dat ik degene ben die ik zeg dat ik ben? Je claimt eerst een identiteit, typ je username in, of hou je een kaartje voor een paslezer met het nummer, dat is een identiteit die je claimt. Dan wil je graag vaststellen dat ik ben. En dat doe je door een geheim te verifiëren. En die stap heet authenticatie, gebruikersauthenticatie. Dit is voor jullie nog steeds niet nieuws. Maar dat is enkele stap vorm van authenticatie. Maar dat is iets wat je weet, het geheim wat je weet. Er zijn nog twee andere authenticatiemethodes, groepen. Dat is iets wat je hebt en iets wat je bindt. Iets wat je hebt kan een token zijn of een one-time password token. Smartcard. En wat je bent, dan praten we over biometrie. Hoe meer factoren je verifieert, hoe zekerder je bent van dat iemand is die zegt dat hij is. We hebben in de pers kunnen lezen dat heel veel mensen vinden dat het paswoord zijn tijd voorbij is. Paswoorden zijn wachtwoorden, moet ik zeggen. Ze zijn makkelijk te kraken, te raden, mensen schrijven ze op. Dus als je alleen username en wachtwoord gebruikt, dan is het niet veilig.
Twee-factor authenticatie is wel, wordt wel toegepast, maar rijk vaak complex met een kaartje en met je mobiele telefoon in handen met de codes over te tikken. Nou, niet zo makkelijk. Dus eigenlijk wil je iets nieuws wat dingen sneller maakt en veiliger. Nou, daar kan biometrie een rol spelen. Nou, dit is dan even leuk, want de cybersecurity specialist van het Witte Huis, die heeft begin dit jaar een keer geroepen, ik vond het wel een mooie zin. Ik zou het zelf niet zo schrijven, maar ik ben geen native speaker. I would love to kill the password dead as a primary security method because it's terrible. Ik wil iemand dood vermoorden, zoiets. Dus erg. Hij is beter in security dan in taal. Ik denk het. Ik mag het over, ja. Maar misschien is het wel een belang even aan te geven. Oké, nou, hoe werkt biometrie nou? Eerst even snappen wat biometrie nou eigenlijk is. Een definitie van biometrie is dat je meetbare fysieke of lichamelijke kenmerken of gedragskenmerken gebruikt om een persoon automatisch te herkennen. En wat heb je dan voor nodig voor functie? Je moet mensen registreren, ergens een referentie opslaan met een gekoppeld aan identiteit, secure gekoppeld, cryptografisch gekoppeld als het even kan. En daarna, na die robot, kun je dat gebruiken in je bedrijfsprocessen. En dan kun je verifiëren, 1-op-1 vergelijken of identificeren, dus 1-op-1 zoeken. Wat jammer is van biometrie is dat het is geen exacte wetenschap is. Jawel, de mensen die dingen maken, die technologie maken, dat zijn allemaal beta's. Maar het resultaat is niet zo eenduidig, want biometrie is eigenlijk geeft een mate van overeenkomst van twee biometrische kenmerken, of twee instanties van een biometrische kenmerk. En het is geen ja of nee. Dus het, daar kom ik zo nog even op terug. Dus dat is, het is nooit zekerheid, 100% zekerheid. Daar kun je wel wat aan doen door multimodale biometrie toe te passen, niet alleen vingerafdrukken. Ook gezicht erbij, misschien een irisje of een stukje spraak. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk in principe. En daarmee kun je, als je het goed doet, de accuratesse verbeteren. Dan kom je weer dichter bij die 100%. 100% wordt het nooit. Wat ook heel erg kan helpen, misschien wel beter dan meerdere BNT-vormen tegelijk, is multifactor authenticatie. En dan ga je dat combineren met iets wat je weet. Dus een pincode of een passphrase. Of misschien wel met iets wat je hebt, een kaartje. Of een of ander device. Je mobiele telefoon. Dan wordt het al zekerder dat je het rent. Kom ik straks nog even terug. Nou, even wat voorbeeldjes van biometrische karakteristieken. Die van een lichaam kunt afhalen. Dat zijn fysieke. Biometrische kenmerken. Vingerafdrukken, de meesten kennen het wel, denk ik. De vorm van je hand, handgeometrie. Een gezicht, kun je in 2D en 3D variant hebben. Iris, retina, weet mensen wat dat is. Netvlies. Dus dan moet je met een of andere infraroodlampje in je oog laten kijken. Het is niet zo makkelijk, maar wel heel erg betrouwbaar. Dit plaatje hier, dat is het plaatje van de Netflix. Oorgeometrie, je zei het net. Maar het leuke van oorgeometrie is dat het wat echt wel eens gebruikt. En een heel bekend voorbeeld is onze grote vriend Saddam Hussein, die toen die is opgepakt door de Amerikanen in Irak. Toen hebben ze hem uiteindelijk weten te identificeren aan de hand van een oor. Dus paranoïde, die had minstens 10 dubbelgangers, die waren allemaal verbouwd en zagen precies uit als Saddam in zijn gezicht, baard en alles. Dat oor, hè, die waren ze vergeten. Dus ze hebben hem uiteindelijk positief kunnen en zeker kunnen herkennen aan het oor. Dan zijn er nog opnames met het oor. En misschien ook leuk, lichaamsgeur. Misschien is dat wel voor jullie wel intuïtief aan te voelen, maar lichaamsgeur is ook zeer persoonlijk.
Hoewel, er zijn nog geen echt heel goede sensoren waardoor je dit echt kan toepassen in de praktijk. Een andere manier van andere klasse biometrische kenmerken is gedragsbiometrie. Dat is natuurlijk John Cleese, mijn grote favoriet uit mijn jeugd. Waarschijnlijk als ik zo rondkijk, zullen er meer mensen zijn die het leuk vonden. En misschien nog vinden. Ministries of Rocks, hoe loop je? Dat noemen we gait recognition, of de Nederlandse term daarvoor. Maar ook toetsenbord, hoe je toetsenbord gebruikt, keyboard dynamics. Ook een lang bestaande techniek wordt ook veel gebruikt om mensen te herkennen, hackers die herkennen mensen die facturen zitten in te kloppen of wat ook. En dan weten ze, nou, mijn vriend zit er nu. Dus ik kan nu zeggen, je moet even dat bedrag op dit rekening overtikken. Dat soort toepassingen zijn ervoor, dus wees daarvan bewust. Wat opkomt tegenwoordig is de handtekening. En dan kijken we niet naar het plaatje zelf, maar naar de dynamiek van hoeveel druk wordt geplaatst op de pen en hoe beweegt iemand die pen over het papier. En al die bewegingen worden ook omgezet in een template. En natuurlijk spraak, stemmenkenning. De vinger, gezicht en iris zijn, zoals je allemaal weet, door de ICAO aanbevolen. Die zit in het paspoort. Dus in land oost die iris in zijn paspoort opneemt, dus Mexico. Europa heeft gezicht en vingerafdruk in het paspoort. Vingerafdruk trekt niet allemaal, die komt er niet bij. Dat is ligt in met cryptografie. Dat is absoluut onbruikbaar en veel te duur, maar dat daar gelaten. En niemand wil die informatie delen met elkaar, dus dat is ook wel grappig. Dus we hebben met z'n allen honderden miljoen euro's het putje ingegooid. En nog? Ja, gaat gewoon door. Dat weten wij allemaal, maar dat weten ze in Den Haag en in Brussel nog niet. Er komen wel wat nieuwe techniek aan. Het lijkt allemaal wel wat op elkaar, maar vingerafdrukken is mooi, maar niet zo heel erg betrouwbaar. Want als je het echt betrouwbaar moet hebben, moet je alle 10 vingers hebben. Maar als je nou niet de vingerafdruk neemt, maar het aderpatroon in die vinger, dat is veel unieker, nauwkeuriger. En dat is ook een techniek die komt op. En bij de enrollment van zojuist, bij de ingang hier, dat was vein pattern recognition. Hij had daar in kunnen zitten. Ze hebben een 3D vingerpaantje genomen. Ja. 3D gezicht wordt ook belangrijk. Het is veel nauwkeuriger, de vaccin of zo nauwkeuriger dan 2D herkenning. Sprekerauthenticatie, nou ik heb ze allemaal al genoemd. Wat ik even speciaal wil noemen is BIM, want al die biometrische matching dat vindt plaats in het normale domein. Niet versleuteld, dus in principe gebeuren die dingen allemaal onversleuteld in computergeheugens en daar worden allerlei dingen mee gedaan. Het zijn allemaal gevoelige persoonsgegevens en die zijn in principe, als ze worden gematcht, kwetsbaar. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat je die gegevens versleutelt. Er zijn twee methodes voor om dat te doen. Eentje is al een jaar of 10 op de markt, dat noemen we biometric encryption. Daarmee wordt uit het biometrische plaatje een crypto sleutel gegenereerd. Die niet is terug te leiden op die vingerprint, maar waarmee je wel kunt zoeken. Ruud zal er misschien straks wat meer over zeggen, maar dan reduceer je, of nee, verplaats je het matchen van die complexe wiskundige functies naar gewoon uitvoeren van een cryptografische functie. Encryptie, decryptie, klopt het, is voor elkaar. Dus dat maakt de data, de referentieplaatje dat je opstaat, minder gevoelig voor fraude en misbruik. Nog beter zou het zijn om de hele matching uit te voeren in het encrypted domein. En dat doen we met de techniek homomorphic encryption. Ik moet zeggen dat ik die wiskunde niet meer snap.
Maar wat er gebeurt is dat de hele matching gebeurt met die versleutelde data. En dat is best wel een grote uitdaging. Er zijn nog geen echte producten voor op de markt, maar research die gaat maar lekker door. En met steeds snellere computers zullen we hier in de toekomst wel veel meer van zien. Want daarmee beschermen ze de privacy van mensen. Oké, nou even iets over matches, wie weet het matchen. Het is statistisch, het is geen, niet één op één, niet 100% zeker dat je een match hebt als de computer zegt dat hij een match hebt. Want wat gebeurt er? Je vergelijkt bijvoorbeeld twee vingerafdrukken, dat is dubbelgroot, twee vingerafdrukken. En dan zegt de matcher, die bepaalt een score, dat is echt een maat, de maat van overeenkomst tussen die twee plaatjes. Dus 0 is helemaal geen overeenkomst en 1 is, of nou, dat is relatief, hè? 1 is een volledige overeenkomst. En ergens daartussen moet je bepalen van joh, welke de grens waar ik denk dat het een match is. Nou, kunnen we hier in dit plaatje zie je een var FRR voorbeeldje uit een product van gewerkte praktijkgroep. Propiometrie, dat is met het gezicht dit. Dit was Cognitech. Dit is gezicht, ja. Die komt op jullie systeem, ja. Wat je hier ziet is, we hebben voor iedere persoon alle plaatjes die zijn gemaakt vergeleken met alle plaatjes van alle andere mensen. Dan krijg je een de false accept rate, curve komt eruit. De verdeling van scores voor de imposters. En je kunt ook de verdeling van scores voor echte mensen bepalen door een plaatje van een persoon met al zijn eigen andere plaatje te vergelijken. Dan krijg je direct een curve. Die kruisen elkaar ergens en er is overlap van die curves. Dus er is een punt in die scorelijst waarvan je niet zeker weet van is het hem nou wel of is het hem nou niet. En de kunst is om die drempelwaarde zo in te stellen dat je de juiste beslissing neemt wat hoort bij het proces. Het is trouwens, die linkerplaat is algoritme afhankelijk. Die rechterplaat is als je VAR tegen FRR afzet. Dat noemen we receiver operator curve. En die is technologie onafhankelijk. Die kun je gebruiken om algoritmes te vergelijken. Oké, nu hebben we dat gezegd. Dus eigenlijk komt het neer dat we de juiste balans moeten vinden tussen security of gebruiksgemak. Dus een lage false detect rate in systemtermen een type 1 error is dat. Of een lage false exit rate een type 2 error. Of omgekeerd. En, dat betekent de machine is altijd doorlopen. En dan onder water weten we dat er 10% van de gevallen eigenlijk niet door uit met de ogen. Dan, of de andere kant op, dat 10% van de mensen gewoon niet door mogen lopen dat wel het gemoed. Nou, multifactor authenticatie, dat komt biometrie dan binnen. Als je de biometrie hier aan kan toevoegen, is dat je de betrouwbaarheid van het vaststellen van een identiteit of de zekerheid over een identiteit kan verhogen. Daarmee verlaag je kans op fraude. Je hebt geen wachtwoordbeheer meer enzovoort. Je kunt het niet vergeten, dus je kunt niet kwijt je vingers of je hoofd nog wakker, zoiets. Dus het kan wel, maar het is een stuk minder moeilijk. Hier ga ik even snel doorheen. Want als je nadenkt over multifactor authenticatie, dan heb je meerdere indicatoren of een identiteit klopt of niet. Dan kun je misschien wel afstappen van het feit dat we nu zeggen: iemand is het wel of het is niet. Ik kan ook zeggen: nee, ik heb van de 5 factoren die ik heb, zijn er 3 die hebben die score en de andere die score. Dan kun je afhankelijk van je
of dan misschien wel als je omgevingsvariabelen meeneemt in je besluit, kun je zeg maar dynamisch bepalen wat je risico is. Door je scores voor te leggen aan een risk engine met wat business rules, dan kun je beter bepalen of zeg maar, je risico's zijn afgedekt of niet in je bedrijfsproces. Zijn er tot hiertoe nog vragen? Kun je een rangorde aangeven van biometrisch systeem? Dus die is de beste, die is minder en die is nog minder? Een goede vraag, iedereen die vraag hoort. Of je een rangorde kunt aangeven tussen biometrische systemen en of er eentje beter is dan de andere. Dus, dat is een goede vraag, die kan ik eigenlijk niet geven, nee. Want dan hebben we van de toepassing. Dan denk je moet in de politiek. Maar het is echt zo. Er zijn een veelheid van variabelen die meetellen. Het is natuurlijk de intrinsieke nauwkeurigheid van het algoritme. Daar is denk ik iedereen het over eens dat Iris wel het meest betrouwbaar is. Of misschien wel Retina. Maar er zijn ook kosten verbonden aan een bepaalde technologie. Dus er zijn import- en exportbeperkingen. Er zijn gebruiksaspecten. Wie wil er eigenlijk nog zijn vinger in? Ja, misschien beter met de iPhone 6, met de Touch ID. Dus ik denk dat er heel veel mensen in het zaal zijn die zo'n ding hebben. Erg handig. En voor die toepassing is vingerprint fantastisch. Simpel en prima. En voor andere toepassingen is vingerprint helemaal niet zo fijn. Want je laat er misschien wel een print achter. Die kan worden misbruikt. Dus je moet allerlei dingen over nadenken. Afhankelijk van je toepassing zijn er heel veel aspecten die je moet wegen. Dus wat we altijd doen is kijken van wat is de use case, hoe gaan we biometrie gebruiken, wat is je security requirements, gebruikers requirements, hoe is je populatie, je doelgroep. Er zijn nog een heleboel dingen, kosten, wat is je budget, hoe lang mag het duren. En zo kies je, maak je een keuze. En die keuze ziet er anders. Bijvoorbeeld, hier bij Previum, want daarom sta ik hier vandaag, dus ik denk, ik ga hem toch laten zien. Daar wacht ik niet bij, dit wordt niet mijn laatste start. Je hebt nog 10 minuten hoor. Oh, 10 minuten, ja. Ja, nee, oké, dan ben ik op schema. Dus. Ik kan nog even vragen, ja? In hoeverre je levermateriaal nodig? Ook een heel goede vraag, live detectie. Dat heb je nodig, je hebt het niet nodig, maar het is wel handig. Om dat af te dwingen. Omdat als je geen liveness detectie hebt, dan kan je zeggen, nou, wat er een paar jaar terug in Singapore is gebeurd, het Mercedes had een topmodel met de fingerprint sensor, die kon je alleen maar starten als je geen rood was, hij vond dat jij de juiste persoon was. Dus wat gebeurt er? De man staat in zijn auto, die wordt gelijk uit zijn auto getrokken door een overvaller, die hakt zijn duim af. En die kerel aan de kant, met duim en al, was hij weg. Dus Mercedes is er ook nergens op. Dat kun je voorkomen. Het is geen broodje aap. Het is geen broodje aap. Nee, ik vertel geen Belgische vraag. Ik vertel nooit Belgische. Maar het is een goede vraag. Als je zelfservice toepassingen zou willen, zoals Prism is, dan moet je echt gewoon een live detectie methode willen hebben, want je wilt geen replay tekst hebben, dat je een fotootje maakt van iemand van zijn gezicht of dat je een opname maakt van de stem, dat soort dingen, dan wil je weten dat het echt live gebeurt. En in sommige technieken kan het beter dan in andere technieken. Er zijn fingerprint scanners die liveness kunnen detecteren, dat gaat steeds beter. Met iris kan het redelijk goed, gezicht kan het redelijk goed. En dat doe je door dingen te combineren, infraroodpatronen, dat je detecteert dat je pulserende bloedvaten ziet. Je kunt van alles bedenken om liveness te detecteren. Maakt het wel duur. Maar als je het hebt, dan kun je het toepassen. Misschien kan ik wel wat over zeggen. Je ziet heel veel van die. Je ziet op dit moment heel veel van die soort identiteiten die in de cloud opstaan. En daar kan je.
je paswoord eigenlijk aan koppelen. Wat ze daar doen zijn eigenlijk dat je een aantal vragen krijgt, gaat op basis van gezichtsherkenning, waarbij ze zeggen op een gegeven moment knippen je niet in je ogen of beweeg je mond. Dat gaat dus op basis van de vragen dat er dus live is wordt gedetecteerd. Dat zijn random vragen die worden gesteld en die herkent de software dan. Dus dat is een veel eenvoudigere methodiek dan wat je met allerlei spectrumanalyses of infrarood gaat zitten kijken of echt een levend materiaal op. Want ook met die vinger, op het moment dat ze hem warm houden, dat ze als ze echt kwaad willen en je laat toch een soort hardpomp er doorheen hebben, dan komt het ook. Dus wat wil je ook? Dankjewel, Ruud. Voor je aanvulling. Nou, even terug naar Preview. Daar zit in die IRIS-scanner ook wel iets van live-sense de detectie. Destijds, dat is al 15 jaar in productie, dus 21 oktober zo dit jaar is het 15 jaar in productie. Wat zijn de ervaringsgegevens? Is er veel problemen mee of heeft het een moeilijke start gehad? Of wat kun je erover vertellen over de ervaringen daarmee? Ja, ik moet zeggen, ik weet alleen nog maar dingen van het begin, want ik ben nu alleen nog maar gebruiker. Ik was destijds systeemarchitect voor dit project. Ik heb ook lidmaatschap nummer 1, dus kaart nummer 1. Dat is ook wel leuk. Als je het wil controleren, dan kun je mij langskomen. Ik kan het jou aanbevelen. Ik woon in Aalsmeer en als ik moet vliegen binnen Europa, dan ben ik dit mij een half uur om vanuit mijn huiskamer in het toestel te komen. Dus ik stap in de auto. Je moet er niet heel veel file staan tussen Aalsmeer en Schiphol, maar dat is meestal. Dan rijd ik naar P2, vlak bij de ingang, vlak bij de vertrekhal. Kun je altijd, dus ga dit voornaam parkeren, dus 5 minuten lopen. En dan kun je vanuit het parkeergarage zelfs naar de A of C tunnel, weet ik. Een van die tunnels, pieren. En dan kun je daar door de security controle heen. Je bent thuis al ingecheckt, dan loop je zelf naar je toestel en je stapt in. Dat is echt super snel. Dus als tijd een issue is en je wilt niet wat tijd kwijtraken door dat hele tax-free gebeuren te gaan, dan. Mijn vrouw vindt het altijd jammer als het.